Yes, top dat jij weer kijkt naar deze vlog. Mijn naam is Jip, ik ben een vlogger voor mijn Daily Shot of Culture. En je ziet het al, ik heb een uitmarkt shirt aan en dat komt omdat de uitmarkt zojuist is begonnen. Dit weekend staat helemaal in het teken van het culturele programma en het aanbod in Nederland voor het komende jaar. En wij zijn gevraagd namens de museumvereniging om 7 musea door heel Nederland te bezoeken dit komende weekend. Om ook jullie te vertellen wat je kan verwachten in die prachtige musea. Yes, 7 musea bezoeken we. Hele verschillende musea. En ik begin natuurlijk, zoals de uitmarkt elk jaar ook is, in Amsterdam bij het Amsterdam Museum. Amsterdamser kan je het bijna niet hebben. En ik sta hier op de prachtige binnenplaats van dit museum. En ik ga zo, ik heb de eer om Judike Kiers, de directeur van dit museum, te interviewen. En ik heb al een paar vragen voor haar. Natuurlijk, wat is het culturele programma voor het komende jaar? Maar ik ben ook wel benieuwd, wat is nou haar favoriete kunstwerk? Zo, als het goed is, is Judike al... Ja. Hey Judike, hallo. Hey. Hi Jip. Hallo. Ja. Nou, we houden natuurlijk even 1,5 meter afstand. Dus geen hand deze keer. Wat tof dat ik gewoon de directeur van het Amsterdam Museum mag interviewen. En dan beginnen we natuurlijk met eigenlijk de leukste vraag misschien wel om aan jou te stellen. Wat weet ik nou nog niet of wat weten de kijkers nog niet over het Amsterdam Museum? Ja, volgens mij weet jij en bijna iedereen natuurlijk al heel veel over het Amsterdam Museum. Maar ik merk wel eens dat mensen vaak denken dat wij alleen over de geschiedenis lang geleden vertellen. En dat is ook heel logisch. We staan hier tussen voorwerpen die al 500 jaar oud zijn. Maar we hebben ook heel veel actuele dingen, foto's, kunstwerken die heel recent gemaakt zijn. Waar je net vandaan kwam, bijvoorbeeld, daar hebben we allerlei voorwerpen die met de moord op Theo van Gogh te maken hebben. Kunnen we even gaan kijken? Ja, doen. Serieus onderwerp. Ik ga ook meteen serieus op praten. Maar dit is altijd wel een plek toch die me raakt in het museum. Dit is hele recente geschiedenis, hoewel ook alweer 16 jaar geleden volgens mij. Ja, zo lang alweer, dat zou je niet zeggen. Maar wat we hier zien natuurlijk is die foto van al die bloemen die na die moord op Theo van Gogh daar neergelegd zijn in Amsterdam-Oost. Een heel aantal voorwerpen die daartussen lagen, die wij als museum, Amsterdam Museum ook allemaal verzameld hebben. Dus die zijn in onze collectie. En dat is eigenlijk hele recente geschiedenis. Ja. En dat weten mensen vaak niet, dat we tot nu ook doorgaan. We geven ook veel opdrachten aan kunstenaars om ook de stad van nu in beeld te brengen. En dat vind ik zelf ook wel een van de allerleukste dingen van dit museum natuurlijk. Tof, dit wist ik inderdaad ook nog niet. Nee, kijk, dit zijn natuurlijk, dit is ook fenomenaal natuurlijk. Hè? Zo'n beeld dat... laat zien hoe die beeldenstorm toch ook in Amsterdam in de 16e eeuw was. Dus zo'n 500 jaar geleden. Een beeld uit een kerk bij de Nieuwe Dijk gevonden. En het gezicht daarvan is kapot gehakt in de beeldenstorm. Ja. Dit soort voorwerpen horen natuurlijk ook in een museum dat gaat over de geschiedenis en de stad van nu. Dit is ook fenomenaal. 500 jaar oud stukken doek waarop... het verhaal van het wonder van Amsterdam te zien is. Het mirakel van Amsterdam, 14e eeuw, hier vlakbij gebeurd, zegt men. Echt een heel erg mooi verhaal, dat ik later natuurlijk nog wel eens uitgebreid wil toelichten. Ja, precies. Moeten mensen gewoon naar het museum komen natuurlijk. Precies. Maar hoor hier allemaal goede muziek op de achtergrond. Ja, dit is meteen wat rumoeriger. Dit kunstwerk, daar hoort het geluid ook bij, hè? Ja. Een soundscape. Brian Elstak maakte dit een aantal jaren geleden. En die reisde iedere dag, kunstenaar, die reisde iedere dag van het centrum naar Zuidoost en de andere kant op. En die heeft heel veel mensen in de metro eigenlijk geportretteerd. Gewoon wat hij daar zag, type mensen dat hij zag. De muziek is daarbij gemaakt, of de soundscape. Je stapt echt in de tijd van een paar jaar geleden en dit soort werken. Zegt iets over de stad, zegt iets over de verschillende wijken in de stad, verschillende mensen in de stad, de diversiteit van de stad. Dus het is oud en nieuw. Dus ja, Amsterdam in al zijn diversiteit is in dit museum te vinden. Leuk. Dat is in de vaste opstelling, dat is ook in de tentoonstellingen die we steeds organiseren. Je ziet het in deze zaal eigenlijk ook. Dit is het slot van onze vaste presentatie die... gaat over Amsterdam wereldstad, de verbinding van Amsterdam in de wereld.
actueel werk, historisch werk hier. Ja, wat je nu ziet, dat is een bellenbord uit de Bijlmer. Op het eerste gezicht niet zo'n heel erg museaal voorwerp. Geen topkunstwerk. Maar als je al die namen ziet, dan zie je eigenlijk de diversiteit van de Bijlmer. Zoals die in de jaren 60, 70, 80 groeide met heel veel mensen die hier van buiten ook kwamen wonen. Nou, dat soort voorwerpen verzamelen wij. Ja. Dus die combinatie van echt oud, late middeleeuwen, tot nu. En de dynamiek die bij de stad hoort, ja, dat hoort wat mij betreft wel bij het Amsterdam Museum. Prachtig. We gaan even de trap op. Ja, ik volg Want dat hoort ook bij het Amsterdam Museum. Dat je eindeloos veel trappen op gaat. Ja, en jullie hebben wel goed... Het was denk ik een puzzel om het allemaal coronaproof te maken, maar het ziet er allemaal goed uit volgens mij. Ja, we kunnen heel goed een eenrichtingsparcours hebben. En dan komen we bij jullie nieuwe tentoonstelling. Bier. Ja, deze tentoonstelling is er nu. Nou, je zult misschien wel begrijpen dat ik hier ook heel blij mee ben. Dit gaat over bier. Amsterdam, stad van bier en brouwers. Het gaat over het bier, het hele proces van bier. Maar vooral ook over brouwers. Allerlei brouwers van nu. We hebben wel 40 brouwerijen in de stad. Je hoort ze misschien ook wel. Ik hoor op de achtergrond. Ja, je hoort ze, want er zijn overal interviewtjes met de brouwers. Dus het gaat eigenlijk van nu, bier in de stad, consumeren van bier. Die hele geschiedenis, ja, dat leuk. Is ontzettend leuke tentoonstelling. Ja, het leek mij wel, want dat is natuurlijk ook nu de directeur mag interviewen, de vraag, en dat is natuurlijk een beetje een flauw of moeilijke vraag misschien wel om aan de directeur te stellen. Wat is jouw favoriete object in dit museum? Ja. Dat is altijd gevaarlijk, hè? Ja, precies. Een van de kindjes voortrekken, dat is eigenlijk niet zoals het hoort. Ja, voelt dat zo? Dus museale objecten als jouw... Babies. Nou ja, het hangt ook wel weer van de situatie af. De ene keer denk ik, het zijn die middeleeuwse spullen die echt mijn hart raken. Ja. Maar toen deze tentoonstelling een paar maanden geleden in de coronatijd werd opgebouwd, toen lag het even stil natuurlijk. En was op het eind kwamen alle bruiklenen binnen en toen kwam er één fantastisch bruikleen binnen. Dat is, we zien hem zo meteen hier om de hoek. Laten we bij het object, ik ga jou... Nee, en dat is zo'n voorwerp waarvan ik zou wensen dat we het in de eigen collectie hadden. Kijk, we doen natuurlijk wel eventjes... Ja, dat is heel goed. Zo? Heel goed. Ja. Ik heb afgesproken dat ik nergens aan ja, zit, precies. Dus ik doe mijn handen sowieso even toch? Niet. Mogen we nergens aan zitten in het museum? Nee, in het museum bijna niet, maar juist in deze zaal wel. Omdat je geuren kunt ruiken, leuk. Een aantal dingen in beweging kunt zetten. Dus het is ook wel een doelmuseum. Maar goed, toen die bruiklenen binnenkwamen en dit grote ding binnenkwam... Jeetje, toen wat dacht is ik, dit? Ja, dit is heel fijn dat we hem kunnen lenen van de collectie Heineken. Maar dit zijn van die voorwerpen die zou ik wel in de eigen collectie willen hebben, zo mooi. Ja, jullie vertel. Ja, wat is natuurlijk, zien jullie? Het is een gek ding. Het is een hele grote slee uit ongeveer 1900. En op deze slee werden de biertonnen vervoerd. En dat is eigenlijk best een grappig verhaal, want een tijdje daarvoor waren de koetsen toegestaan in de stad. En toen waren er ineens heel veel vervoersmiddelen op straat. Toen is er belasting geheven op wielen. En de mensen die met bier handelden, die dachten, we doen het zonder wielen. We doen het op een slee. Dat meen je. En deze sleden reden dus door de stad, werden door de stad getrokken. En daar lagen die biertonnen op. En nou, dat is eigenlijk een heel leuk weetje. Het zegt iets over de stad van toen. Het zegt iets over die handel en het ook. Enorme ondernemerschap. Ja. Als die wielen geld kosten, doen we toch zonder wielen. Het functioneerde en het is echt een goed ding. En wat je ook weer ziet, is dat het bijvoorbeeld op zo'n schilderij voorkomt. Dat hebben we in deze tentoonstelling ook gedaan. Dat je op een aantal punten... Ik vroeg me al af, dus ze werden voortgetrokken door paarden. Ja, ja het is best een zwaar transportmiddel natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook. Dus dat hebben we in dit soort tentoonstellingen ook steeds geprobeerd. Hè? Dat je een object weer met een schilderij verbindt en... Ja, zo hebben we er eigenlijk heel veel in deze biertentoonstelling. Wat die leuk. Is gelukkig nog wel een tijdje. Die is tot 1 november. Ja. Dus die kunnen die mensen kunnen nog volop bekijken. Komen bekijken. Zullen wij nog eventjes naar de... Want er is nog een andere ruimte, weet ik. Volgens mij heb jij nog een object die je mij wil laten zien. Ja, nou, dat gaat eigenlijk inderdaad over diezelfde combinatie van een voorwerp, zoals die slee, dat op een schilderij staat.
Zo hebben we ook een heel mooi bruikleen uit het Rijksmuseum gekregen. Dit is trouwens ook leuk, hè? Ja, dit zijn allemaal kleren. Nou, kleren. Objecten, bijna. Van Bas Kosters, onze grote modeontwerper. En die heeft van parasols enzovoorts. Allemaal biergerelateerde stoffen. Deze hele lijn gemaakt. Wat leuk. Dat, nou, daar ben ik dan ook heel blij dat we dat mogen lenen. Maar wat je ziet met zo'n slee op zo'n schilderij, dat vind ik altijd leuke combinaties. En dat hebben we op deze plek ook kunnen doen. Want we kregen dit schilderij te leen van het Rijksmuseum. Schilderij met een stilleven van Jan van der Velde. Waar een glas op staat. Ja, een heel groot glas. Glas. Bijzonder soort glas waar je spelletjes mee deed. En van de grote afdeling Monumenten en Archeologie in Amsterdam hebben we al deze voorwerpen kunnen lenen. Die allemaal ook uit die 17e eeuw zijn. Dus dit is allemaal 1630, 1650. Zijn dezelfde voorwerpen die je ziet op dat stilleven. Deze zijn echt oud. Ook niet helemaal heel meer zoals je ziet. En het grappige van zo'n glas was, weliswaar nu een beetje gebroken, maar toch wonderbaarlijk dat het al die eeuwen overleefd heeft. Dat je al die streepjes ziet. Ja. Dat was ook het drinkspelletje. Je nam een slok tot het volgende streepje. Ah, je moest dus inschatten. En als je te ver was of niet ver genoeg, moest je nog een slok nemen. En je kan je voorstellen waar dat in eindigde. Wat leuk. Maar dat zijn, ja, dat vind ik leuke dingen voor het museum. Ja, fantastisch. Het driedimensionale en het schilderij. En allemaal uit diezelfde tijd, de 17e eeuw. Leuk. Hey, en ik zie hier een fantastisch bruin café die jullie hebben nagebouwd. Misschien kunnen wij even aan het tafeltje deze video een soort van borrelend afsluiten. Ja. Ik zie hier ook allemaal mooie dingen. Je ziet hier, dat is ook een voorwerp uit het Amsterdam Museum. Die hele grote kast. Die kast en die tap. En dat laat ook de diversiteit van het museum zien. Wat leuk. Ja. Hey, Judike, ik ben hier natuurlijk vanwege de uitmarkt. Precies. En dus ik en de kijkers willen natuurlijk weten, wat staat er nou allemaal nog op programma? Niet voor de biertentoonstelling tot 1 november, dat zei je net al. Precies. Wat kunnen we nog meer verwachten in het Amsterdam Museum? Als we de biertentoonstelling beëindigen, gaan we in dezezelfde zalen, en je ziet dat een hele grote ruimte is, een nieuwe tentoonstelling opbouwen. Die heet Amsterdam Refresh. Dat zijn allemaal nieuwe kunstwerken. Moderne kunstwerken van Amsterdamse en Nederlandse makers. Tekeningen, schilderijen, performances, video's. En die gaan allemaal over de stad van nu. En hoe ervaar je de stad van nu? En nou, ik vind wat ik er nu van gezien heb, wordt echt heel bijzonder. Dus één Chinese kunstenaar, die gaat terug naar haar ouders, grootouders en voorouders, die allemaal vanuit China hier naartoe gereisd zijn. En die hele migratiegeschiedenis, die beschrijft ze. Heeft ze in tekeningen gevat. Nou, dat zijn hele ontroerende werken over mensen in de stad en hun beleving van de stad en het zich thuis voelen in de stad. Nou, voor een stadsmuseum zijn dat de onderwerpen waar ik zelf ook heel gelukkig van word. Wat gaaf. Dankjewel voor... En er is nog, ik mag het niet zeggen, maar in het voorjaar... Nee, ik zeg het niet. Ik mag het niet zeggen, maar in het voorjaar komt er een tentoonstelling echt spectaculair wordt. Dat wordt binnenkort bekendgemaakt. Okay. Maak je borstje maar nat en kom in het voorjaar naar het Amsterdam Museum. Dat gaan we doen. Judike, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Ik ga nog even om het hoekje kijken en veel plezier en succes ook met het ontbouwen van alle tentoonstellingen. Dankjewel. Yes. Tot ziens. Zo jongens, nou dat komt niet vaak voor toch, zo'n rondleiding van de directeur. Ik ga je nog even meenemen naar ook een tijdelijke tentoonstelling die nog kort te zien is. En dan ga ik de video afsluiten. Zo, hier nog eventjes een kleine blik in de tentoonstelling Vrouwen van Nieuw-West. Het gaat natuurlijk over Amsterdam Nieuw-West. Een hele bijzondere fototentoonstelling. En hier, deze is nog te zien tot en met eind september. Goed, we hebben net gehoord, er staan allemaal mooie dingen op het programma voor het Amsterdam Museum. Maar weet dat er natuurlijk nog veel meer cultureel aanbod is en veel meer musea in heel Nederland met een heel tof cultureel programma voor het aankomende jaar. Als je dat wil weten, kijk even op museum.nl. Daar staat alle informatie over alle tentoonstellingen.
En ja, dan rest me nog te zeggen, bedankt voor het kijken. Dit weekend, hou onze kanalen in de gaten, gaan wij nog naar 6 verschillende steden en musea. Om daar jullie te vertellen wat voor moois op het programma staat het komende jaar. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Check ook even de Uitmarkt, Museumkaart, museum.nl. Dan ben je weer helemaal op de hoogte van al het mooie cultureels wat Nederland aan jullie te bieden heeft. Alright, tot snel weer. Doei!